Ook in 2018 wordt het jaarthema van de gemeente Tiel voortgezet. Centraal staat Wonderschoon Wonen. Als ik dan me beperk tot het thema schoon, zijn we twee dingen aan het doen. Allereerst zijn we bezig met de sportclubs om ervoor te zorgen dat die terreinen van de sportclubs en vooral de omgeving eromheen schoner wordt. Dat doen we met een hele ludieke actie, hele mooie borden neerzetten waarin eigenlijk aangegeven wordt van hoe de staat is van het terrein. Is het schoon, moet het schoon of moet er nog heel veel gebeuren? Eigenlijk zijn het drie thema's. Daarnaast doet de gemeente Tiel nog een duitend zakje, een klein bedrag van €250, om ervoor te zorgen dat er materiaal aangeschaft wordt. Om ook te zorgen dat de leden, de ouders van dit weten. Zodat we eigenlijk met elkaar proberen Tiel schoner te krijgen. En dat is iets wat we nu aan het doen zijn. We hebben 10 sportverenigingen zijn in gesprek. De 5 hebben al toegezegd. Scouting doet ook mee overigens. Dus de plekken in Tiel worden rond sportverenigingen worden in ieder geval schoner. Dat is mooi. En ten tweede zijn we met een soort bolderkar bezig, een bakfiets. En dat wordt heel ludiek, heel interessant, zodat ook de mensen in de buurt kunnen zeggen van nou, ik vind het leuk om met elkaar een schoonmaakactie te doen. Kunnen ze Tiel tip-top bellen of mailen en dan komt er een speciale kar, helemaal vol met materialen, wat lekkers erbij. Om op een leuke manier ook te zorgen dat die buurt schoon wordt. En dat is nou precies volgens mij de kern van ons jaarthema. We proberen mensen te stimuleren met het jaarthema om met elkaar het Tiel mooier, in dit geval schoner te maken.